Ik kom net jouw tuin ingelopen en ik zie daar een soort van totempaal. Heeft u dat ook zelf gemaakt? Ja, dat heb ik ook zelf gemaakt. Ik heb van alles gemaakt. Ja. Ja, en ik zie dat jij ook schildert. Kun je me daar wat meer over vertellen? Als ik begin te vertellen, dan hou ik nooit meer op. Ik weet gewoon niet waar ik moet beginnen. Nou ja, begin bijvoorbeeld maar wat voor je ligt. Wat is dat allemaal? Wat voor materiaal gebruik je? Ik gebruik alles wat voor ogen komt. Ik lees ontzettend veel en ik scheur ontzettend veel uit. Dus er komen altijd grote stapels. Ik heb daar een doos staan met mappen waar alles in zit. En dan vis, mens, klokken. Dit zijn de klokken. Ja. En dat probeer ik... In die chaos die in mijn hoofd zit, door al dat lezen en verzamelen, probeer ik er iets uit te krijgen en orde te brengen in de chaos. En waar hou jij dan je inspiratie uit? Wat zijn jouw thema's die jou aanspreken? Filosofie, psychologie, religie en dat soort dingen. En een van de... milieu komt ook vaak voor. De DCMR. In 1974 heb ik een schilderij gemaakt voor de DCMR. Die is toen geopend door minister Voring. Ja. Maar later werden die vragen steeds intenser. En ik heb bijvoorbeeld 5 vragen, of 6 vragen, dat zijn die schilderijen geworden. Ja. Wat is de werkelijkheid? En dat werd Venster op de Eeuwigheid. Die hangt in Brielen in het gemeentehuis. Ja. En wat is tijd? En dat werd tijdstroom. Ja. En wat is de rol van de mens in die tijdstroom? Dat werd individuatie. Door dat soort dingen krijg ik inspiratie. En dan ga ik aan het werk. Maar ik heb ook heel veel moeite met vorm. Ja. Dus die vorm... Die ontwikkelt zich en dan gebruik ik ook eigen foto's. Ik heb hier een... Ik ben pas op reis geweest en toen heb ik foto's gemaakt van deuren. Ja, en die foto's die je maakt, heb je daar van tevoren al een idee over? Of heb je zoiets van ik kom het tegen en zet het op de foto? Dat is dat moeilijke wat ik heb, dat ik dus te veel stimuli naar binnen krijg. Ja. Ik zie dan die mooie deuren en dat, ik wil alles vastleggen. Ik wil alles vastleggen. Hier ligt mijn hele leven. Dat ligt ook vast. Ja. En ik heb daar een kastje en daar schrijf ik. En mooie dingen uit boeken, die staan hierin. Zinnen, weet je wel. Mooie zinnen. Mooi. En daar put ik dan weer inspiratie uit. Hoe begin je met zo'n schilderij? Nou, ik begin zo met een kale vlakte die mij aan... Dat vind ik ontzettend moeilijk. Om daar iets van te maken. Nou, en dan denk ik, nou, ik wil een weg in de ruimte. Mm-hmm. En die tijd, dat is dus tijd, hè? Ook tijd met die klokken. En die tijd bespeel ik als mens. Hè? Vandaar die piano. Maar die piano, dat is weer een van de foto's in dat museum. Die staat hierin. Ja. Nou, en dan zit ik met dat vlak en dan weet ik niet hoe ik verder moet. Daar moet ik heel erg over nadenken. En neem je daar dan ook even afstand van als je het even niet meer weet? En pik je het dan later weer op? Of? Ja, ik ga dan eroverheen. Er zijn heel veel lagen vaak hoor. Daaronder zit nog heel veel andere dingen. Ik vind het wel een hele bijzondere manier van je creatief uiten, moet ik zeggen. Ik heb dit nog nooit eerder zo gezien. Dank je. Ja, ik vind het echt heel bijzonder. Ja, nou ja, dat is misschien, het is een grote handicap, chaotisch zijn. Maar misschien is dat dankzij mijn handicap. Ik denk dat het ook wel een voordeel kan zijn. Ja, mag ik even mijn bril pakken? Kijk, je hebt... ik heb veel materialen tot mijn beschikking. Ik heb hier een puinhoop van allerlei dingen die ik kan grijpen. En in de schuur ook nog. En
Ja, ik zie van alles. Dit ook. Ik weet nou bij God niet wat ik hiermee wil doen, maar ik vind het wel leuk. Ja, zeker. En, is er veel belangstelling hier in de regio voor uw kunstwerk? Ik mag niet mopperen. Nee? Ik mag niet mopperen. En ook buiten de regio. Oh, dat is wel mooi. Ja. Geeft u ook exposities? Ik heb één keer in de twee jaar hier in de Stadsgalerie een expositie, want ik wil dan helemaal nieuw werk hebben. Ik wil nooit iets ouds, hooguit voor het etalageproject of voor kleine dingetjes. Maar ik zit ook buiten de regio, dus in Rotterdam. Ik heb in Rotterdam op scholen les gegeven en dat is in het kader van de stichting Kunstzinnige Vorming ben ik voor gevraagd. En in de Laurenskerk heb ik, toen Rotterdam cultuurstad was, heb ik een expositie gehad. En dat was, ja, dat was heel bijzonder eigenlijk, want daar was ik wel trots op dat ik daar mee mocht doen. Dat begrijp ik. Oké. Nou, in Rokanje bij Ans Kramer kunt u op bezoek. Wega nummer 1. Ja. Kunt u op bezoek om het kunstwerk te bekijken. U bent altijd welkom. Ja. Bedankt voor het gesprek. Dankjewel.